Leuk dat je kijkt. Juist in deze tijd is het heel belangrijk om verbinding te houden met leerlingen en natuurlijk ook met hun ouders. Vooral omdat je op afstand bent, is dat contact van wezenlijk belang. En dat kan je doen door filmpjes te maken en die met enige regelmaat te plaatsen en te laten zien aan de leerlingen. Je kan ervoor programma's gebruiken als Zoom Connect, Office 365 of G Suite. Maar mocht je dat nou niet voor handen hebben, dan kan het ook anders. Hoe dat kan, ga ik je laten zien. Stel je nou voor dat je kinderen dit 's ochtends te zien krijgen. Goedemorgen jongens en meisjes, ik hoop dat jullie lekker geslapen hebben. Ik mis jullie wel hoor, nu ik jullie zoveel niet zie. Maar ik heb gisteren iets heel leuks bedacht en dat ga ik met jullie delen. Ga er goed voor zitten, pak je pen en papier en daar gaan we. Wat je nodig hebt om een filmpje te kunnen maken, is een YouTube-app die beschikbaar is op een Android of Apple telefoon en daarnaast een Google-account. Je logt in met je Google-account of je maakt erin aan en klikt op de videoknop om op te nemen. Klik op de knop opnemen om de video te starten. Als je dat doet, zorg er dan voor dat de camera op de selfie-stand staat en klik dan vervolgens op opname. Als je de opname gemaakt hebt, dan kun je daarna nog het bestand bewerken, inkorten of effecten toevoegen. Als je filmpje klaar is, dan kom je in een detailoverzicht en dan kun je bijvoorbeeld een titel, maar eventueel ook een beschrijving toevoegen aan het bestand dat je opgenomen hebt. Klik altijd op het kopje verborgen om ervoor te zorgen dat niet iedereen jouw video kan zien, maar alleen de mensen die je via de link hebt uitgenodigd. Je gaat vervolgens je video uploaden. Het kan even duren, zeker als je een wat langer filmpje hebt, maar je ziet hoe ver je daarbij is. En als je dan weer in je scherm komt na het uploaden en je ziet het filmpje niet direct, ververs dan even je pagina. Dan komt het filmpje direct bovenaan te staan. Klik op de drie puntjes om te delen. Klik vervolgens op delen en klik dan op de link kopiëren. De link die je dan hebt, kun je via bijvoorbeeld e-mail delen met de leerling of met de ouders. Ik wens je ontzettend veel succes met het maken en plaatsen van de filmpjes. Mocht je nog vragen hebben, neem contact met ons op. We helpen je graag. Mocht je nog meer willen weten, kun je ook even naar onze website. Klik daarvoor hierboven of hier beneden. Veel succes!